Daarom is software zo'n interessante markt. En als je dan ook nog eens AI krijgt, die als het ware de gigantische taart die de softwaremarkt is... ...in één keer zo'n wop nog een stuk groter maakt... ...ja, dan komt er dus een hele golf aan kapitaal in van let's go, weet je wel. Hij is een van de topspelers in de wereldwijde AI-scene. Zijn bedrijf is gewaardeerd op zo'n 200 miljoen euro en hij komt gewoon uit Nederland. Het waanzinnige ondernemersverhaal van Bob van Luit, nu op CWD-TV. Ronkend of niet, Bob? Ja, prachtig. Ja, ja, ik heb er uh, lang op gezeten hoor. Zelf gemaakt. Uh, wilde jij als klein jochie al doen wat je nu doet? Uh, nou, ja, dat ligt aan uh, Nee, ik nee, denk het niet. Nee? Wat wilde je als klein jochie dan doen? Ja, niks eigenlijk. Dus de, gewoon uh, leuke dingen maken. De, ik ben altijd uh, bezig geweest met, met dingen maken. Ja, zeg maar. creëren. Ja. En dan heb je een aantal... Uh, uh, talenten meegekregen en dan. Uh, en die gebruik je dan. Ja, ik vind het wel heel leuk, want we, gaan, we duiken de wereld van AI in, want ik kan wel stellen dat jij daar echt middenin zit. Uh, maar je hebt ook een muzikaal, dus er zit creativiteit ook muzikaal in, bij jou in. in hè? Tenminste, ik kwam ergens een oude video voor jou tegen. Volgens mij was het in Amsterdam ergens wat je enorm wilt aan doen op een basgitaar. Ja, ik heb de. de uh, ik heb muziek gestudeerd. Ja. Ja. En ik heb, dus ik heb ook gewoon nog van, zie je zien online, je ziet van uh, in Bimhuis en zo. Ja. ik heb jazz gestudeerd. Ja, jazz. Je ziet in Bimhuis en dat soort dingen, dat kun je allemaal nog online vinden. Ja, het was echt het was een superleuke tijd. Ja. Echt, echt heel veel leuk gehad. En, en dus ik had Constroom gedaan en in Nederland en in de VS. Dat was echt, was echt superleuk. Maar ik vraag het of er een nestje er komt? Wat voor een soort, heb jij een ondernemer, hebben je ouders een ondernemersachtergrond of gewoon uh... Nee, nee, dus ik kom uit, uh, ik kom uit Brabant. Ja. Waar vandaan? Op zo'n ah. uh, um, nee, nee, ja, nee, ook gewoon niet op, ook niet qua ondernemen, maar ook niet qua muziek of zo, dat soort dingen. Dus gewoon, ja, ik weet, ik weet het niet. Het is een, het is natuurlijk een vraag die ik vaak krijg. En um, van hoe zo gekomen, ja, en dat begrijp ik. En dat is ook een uh, zeer legitieme vraag, maar <laughs> ik heb daar niet zo goed antwoord op. Dus, uh, het, het is gewoon zo. Kijk, ik denk, ik heb een paar keer geluk gehad zeg, maar in mijn. Uh, in mijn leven eh, vroeg. Dus in de uh, zin van, nou dat ik op een gegeven moment kwam ik erachter van als je iets doet, dan uh, klinkt een beetje abstract, maar als je iets doet, dan kun je dat ook altijd heel goed doen. Dus een voorbeeld, een simpel voorbeeld is van, ik weet niet waarom ik altijd dit voorbeeld neem, maar als je bijvoorbeeld, stel je nou eens voor dat je van koken houdt, ja, zeg van ik hou van koken en je bent jong. En je denkt van, nou, ik wil nou nu wil ik echt goed gaan koken. Niet zo van. En nou, dan, dan kun je naar de hotelschool gaan. Dat kan of zo. Of zoiets, weet je wel. Ja, ja. Je kan ook je spullen pakken en je kan naar Parijs gaan. En, en kijken of je bij een twee of een drie sterren restaurant kunt werken. Of je gaat naar Tokio. En dan doe je dat ook. Onder de vlak van de beste topkoks en dan leren. Ja, en die zitten of in Parijs of in Tokio, zeg maar. Ja. En daar kwam ik gewoon vroeg achter. Dat ik van. Dingen waar een soort esthetisch element aan zit, kun je altijd, uh, je kan op zoek gaan naar dat uh, beter. Dus ik, ik studeerde muziek in, in, uh, aan, aan Artes en dat was hartstikke leuk en zo. Maar toen dacht ik op een gegeven moment: nou ja, oké, okay, toen was ik ja, twintig of zo, toen dacht ik van ja, wat is dan in wat ik graag doe, wat, wat is aangeschreven als het beste? Nou, dat was Berkeley, niet met dubbel E want je hebt Berkeley met E in Californië, maar je hebt dan yeah. in Boston heb je met deel E, yeah. is Berkeley College of Music. En daar van nou ja hoe kom ik daar? En dan moet je dus nou ja goed ja, dan moet je geld hebben, want dat is natuurlijk dat was toen al knijten duur. Ja. Yeah. Dus nou ja dat had ik niet. Dus dan nou goed dan uh, oh nou kun je dus een, uh, een, uh, een, uh, een, een Fulbright beurs aanvragen en je moet auditie doen en als je het echt heel goed op je auditie doet dan krijg je ook een scholarship. Ja. van nou wat moet ik dat doen om een scholarship te krijgen? En dat ging ik gewoon doen. En toen kreeg ik een scholarship en toen kreeg ik een beurs en dacht van oh, dat is nice. En toen ging ik daar naartoe, en ging ik dat doen. En toen dacht ik van, oh, maar dit is wel heel erg vet. En de, uh, de mensen die ik daar ontmoette, die hadden een beetje hetzelfde soort mindset. Mm. En ja, dat doe ik eigenlijk met alles. Maar dus dan was je ook wel goed. Dan, laat ik zeggen, dan is talent wel een randvoorwaarde of niet? Ja, ik denk dat ik denk dat ik wel goed was. Ja. Ja. ja, want zonder talent kun je natuurlijk heel erg willen, maar dan, dan kom je er niet op. Dat klopt. Ja. Ja. Nee, daarom dat ik dus zeg van jij bent, je hebt dus een aantal talenten, zeg Precies. maar. Dus, dus um, um, wat ook alweer in zichzelf een nogal complex concept is, maar de. Wat de, talent? Ja. <laughs> maar de um, ik. Mijn punt is meer van dat je dus door had van oh ja, als je iets goed wil doen, dan kun je dus bepaalde stappen ja, ja. nemen om dat te leren en om dat uit te voeren. En dat was een soort van, ja, dat was een vroeg... Ik weet ook niet zo goed waar dat vandaan komt. Ik denk dat dat weer te maken heeft met gewoon met uh, dat ik interesse kreeg in lezen en, en literatuur. En toen was ik echt heel jong, toen was ik echt 16 of zo. Hm. En, en dat was een, was een uh, vader van een vriend van mij die... Ik weet nog, ik had zo'n boekje van Kafka gekocht en dat ik begreep er echt geen reet van. En hij zo, ben je nou Kafka aan het lezen? Ik zei, ja. Waarom? Ik zei, ja, blijkbaar is dat heel goed. En toen zei hij van, nou... Hij zei, dan leg ik het uit. Dus ging hij het uitleggen. En toen had ik een soort inzicht van, oh, wacht even, dit is dus wat het literatuur maakt. Dat was een soort van, zo weet je wel, zo'n aha-moment. Dat, 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 dat klikt in één keer in. Ja, precies. En dat was, dat was heel basic, hoor. Dat was heel, als ik daar nu aan terugdenk, ja, want je bent 16, ik bedoel... Uh, 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 de de, de niet bakken. veel 16 zestienjarigen lezen Kafka. De meesten doen andere dingen. Nee, maar het was meer van, dat klinkt als een soort van... Nou, ik deed ook andere dingen hoor. Oh, oké. Okay. Maar, dat, uh, maar dat, dat is meer van omdat ik... Kijk, dat is sowieso, kijk, ik bedoel... Um, uh, waar ik denk dat je aan refereert aan... Uh, uh, aan als je zegt andere dingen ja. is gewoon uh, uitgaan en... en met, maar gewoon, ik dacht toen al van, dat is gewoon heel stoer. Dus als je dat leest, dat is heel stoer. Dat is toffer dan. Jij was eigenlijk een nerd van de letteren eigenlijk. Nou ja, ik weet niet of Want... het nerd is, maar het is gewoon van het is gewoon cool. Ja. Je bent gewoon als je dat soort dingen doet, en dan hadden we ook gewoon, weet je wel, <laughs> van, dan had, je van, had je van die bandjes op school. Dan gingen mensen die gingen dan uh, 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 spelen en dan gingen ze weet je wel rock of pop of zo. Wij niet. we gingen jazz spelen. Dat is cool. Of als je met, uh, met computers bezig was, als je online bezig was, je ging niet. Uh... En we gingen ook wel gamen of zo. Maar wat je dan volgens ging, dan ging je software schrijven. Je ging eigen websites maken, eigen dingen. Dat was echt cool. Wat is de rode draad in coolness dan? Ja, het is gewoon een soort van... gewoon een soort van show... een intellectuele show-off, zeg maar. Dat is het. Ja, alleen dan zoals iemand van 16 dat doet. Ja. Dus dat is dan heel... Ja, als ik dat nu... In, in, als ik nu dat iemand dan denk van... Oh, ik hoor wel eens van die jongetjes van 16 praten... en denk ik van, oh echt. Ik ben bang dat ik ook zo was. Maar de... <laughs> Maar dat, zeg ja. maar. En dat je dan in, daarin dat soort dingen ontdekt. En dat even het bruggetje naar Weavy hè? Want de, 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 hoe, he, hoe is dat bedrijf gegaan met zeven mails, lazen? even een heel uh, rap verhaal. want wanneer dat is gestart in 2019. 2019. Ja. Neem eens mee in het ontstaan daarvan dan. Nou, dat had er meer mee te maken dat ik. Um, ik werk nu al uh, bijna tien jaar, dus volgend jaar is het, uh, het tien jaar met uh, machine learning. En um, een van de dingen die, die, die de vroege machine learning. Dus kijk, op een gegeven moment kwam er weer. De machine learning zelf is al heel oud. En dat was echt heel erg out of fashion. Mm -hmm. En er was een soort van nieuwe wave, zeg maar. En, en eh, ook wel deep learning genoemd. En de reden dat deep learning terugkwam, dat had meer te maken. Dat was een beetje in de slipstream van dat uh, compute gewoon zo beschikbaar werd. Ja. Dus dat je, je maakt, zeg maar, lage neurale netwerken en dan kon je dus heel diep gaan, hè? dus heel veel lagen, Deep learning. En in de, in de taal, er was in taal altijd een concept van, uh, echt dat is echt al heel oud, dat is echt meer dan honderd jaar oud, van een concept van dat je kunt iets over taal en over woorden zeggen um, aan de hand van waar ze in zinnen staan, zeg maar. En daar was dus een, uh, dus, dus um, het voorbeeld wat ik altijd geef is van als je de woorden Eiffeltoren neemt, dan zul je in... Als je dan naar de zinnen kijkt, dan zal, zul je eerder Parijs tegenkomen. Gewoon als je dat leest. Dan um, Barcelona. En dat maakt dus een relatie tussen die woorden. Ja. En daar was een model op getraind en dat heette Glove. En uh, daar, daar kwam ik mee in aanraking. Um, en dat had weer te maken met een, een, een klus die ik toen deed. En uh, daar kwamen zogeheten embeddings uit. En die kun je gewoon staan nog steeds op GitHub online... en die kun je nog steeds zien. En dan zie je, de, zie je die, die woorden. En dan staat er een, een embedding is een, een, uh, een representatie in, in een ruimte. Hè, dus, maar dan met heel veel, niet drie maar heel veel dimensies. Waarin dat men dus aan de hand van machine learning probeerde te vangen... van welke woorden hebben een relatie tot elkaar... En dat was heel gaaf, want daar kon je dus mee rekenen. Je kon zien dat er een relatie zat tussen Eiffeltoren en, uh, en Parijs en dat soort, en, enzovoort, uh, enzovoorts. En het idee wat daar toen uitkwam, was dat ik dacht van... oh ja, daar kun je dus ook search mee doen. Want een probleem in zoeken is dat als je een document opslaat in een database... dan kun je het er alleen maar uithalen als je, als je of weet... Als je exact weet wat de identifier is, of als je weet wat erin staat. Mm -hmm. Mm -hmm. He, dus een, een voorbeeld is als je een data opslaat waarin staat van uh, de Eiffeltoren staat in Parijs. Dan kan ik het alleen maar uit de database halen door te zoeken op Eiffeltoren of Parijs. Ja. Maar als ik zoek op bezienswaardigheden in Frankrijk, dan kan ik het dus niet vinden. Ja. En ik dacht van, oh, dat is een oplossing. En toen, toen de tijd zat ik bij een community, dat heet uh, Google Expert Groep. En dan kun je dan, en dan betaalde Google dat je zeg maar kon rondreizen. En dan um, talks op events kon geven en dat soort zaken. En, en dat was toen net be, begon Google Cloud te ontstaan. Dus dan had ik wat eerste ideeën voor wie je het uitgewerkt. En toen ging ik dus rond gewoon vliegen om dat te laten zien. En daarin uh, uh, was ik in Mountain View in, uh, bij Google I.O. in 2016. Dus, uh, ja, 2016. En waar toen de, waar de CEO, toen zei, nog steeds CEO, die zei toen: Steeds in keynote van hé, hey, we gaan van mobile first naar AI first. Dat was in 2016, zei hij dat al. En um, toen dacht ik: van, Oh ja, ik weet wat ze doen. Ik, ze gebruiken die embeddings. om uh, um, ja, informatie in kaart te brengen. En dat jij je ja, als site kunnen, dan kan, dan kan ik dat ook. Dat was een soort momentum voor jou. Ja, dat was het inzicht. En toen duurde het nog even hoor, totdat. Totdat het allemaal een plekje kreeg. Maar toen. Uh, toen kwam er wat wetenschappelijk onderzoek uit. Dat was een, een paper. Dat kwam ook vanuit Google. Dat heet. Uh, attention is all you need. En wat die deed. is dat ze. die embeddings. die staan eigenlijk. die hebben het dan over individuele woorden. maar die maakten dat het, het ware. horizontaal over een zin. Dat mechanisme om dat te doen. dat wegen ervan. dat, dat heet attention uh, brengen. En wat je met attention kon gaan doen. Uh, was. Uh, dat je dan een voorspelling kon doen over een volgende woord in de zin. Ja dat kwam allemaal bij elkaar. En ik wilde graag, ik, ik keek heel erg op naar, naar databasebedrijven. Dus je had ook uit Nederland dat je bedrijf was als Elastic en dat soort zaken. En toen dacht ik van oh ja, dat wil ik ook. En, en zo is dat een beetje begonnen. Ja. En toen? Ja, 2019 opgericht. Maar opgericht, dat betekent? Oh naar de KVK gaan. Naar, naar de KVK gaan en open source beginnen. En, uh, Want het is een open source model, hè? Wat jullie, ja. jullie werken open source. Ja. Maar dan begin je je uppie? Of nee, nee, nee. Met Met z'n drieën. Met z'n drieën zijn jullie begonnen. Ja, ja, Eentje zit ja. inmiddels weer eruit, hè? Ja. ja. Uh, hoe snel is gaan groeien? Nou, wat er gebeurde was dat... Want even voor duidelijkheid. Hoeveel mensen heb je nu werken binnen het, het concern? Uh, Ongeveer. Dat weet ik eigenlijk niet. De tachtig of zo? Oh, dat valt nog op mij op zich. Ja. 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 ja, dat is een flinke ja. waardering dan voor 80 mensen. Tenminste, ik noem maar maar 200 miljoen dat is natuurlijk ook altijd maar gebaseerd op investeringen die gedaan zijn. Ja. Maar dat is best een flinke waardering. Ja, valt mee. Als je kijkt, ik word, ik word heel erg gezien als een conservatieve A een waardering. O, ja. ja, want je hebt, want ik, ik heb, tenminste, volgens jullie website ben je actueel is, maar een stuk of uh, negen investeerders of zo inmiddels aan boord. Nou, kijk, wat je hebt, is van je hebt een aantal grote, zeg maar, waar je mee ja. werkt. En de, um... Um, dus we hebben er uh, drie grote, zeg maar. Echt grote hè? Ja. Ja, wel, ja. En dan en dan de rest. En de, en de rest zijn uh, dat kan variëren, van uh, dat je een Angel hebt of uh, Family Office of uh, dat soort dingen, ja. Dus, uh, ja. Maar ik, ik zal ook, want je zegt inderdaad, hè, want de, want de, ik las iets van iets van 67 miljoen of zo, wat er nu in zit. maar toen dacht ik, ja, Open AI daar zit volgens mij meer dan 10 miljard in of zo. Ja. Dus op zich is alles relatief. Ja, kijk, het is een, kijk, wat is een. Het is gewoon kijk, het is gewoon goeie geld, hè? Ja. En uh, um, um, kijk, uh, OpenAI heeft gewoon een uh, wel een miljard moeten investeren om tot een, uh, een, het eerste Mirakel te komen, zeg maar, en ja. iets meer om tot het tweede te komen. Ja. Dus dat is een. Ja, dat is, een, dat is een complex model, zeg maar, want dat, dat, dat groeit op een gegeven moment dan plateau dat. zeg maar. Want even voor de duidelijkheid, als jij aan, want jij bent een intelligente uh, uh, persoon, uh, die, over, ik heb wat tech-interviews van jou gezien, Dat ik, denk van, wat gaat, <laughs> Nou weet ik er best wel wat van, maar mm. uh, dat ging echt ver. Als jij nou aan, uh, want ik neem aan dat jij ook met mensen te maken krijgt die uh, verstand hebben van business en ondernemen, maar minder verstand hebben van AI. Hoe leg jij dan simpel uit wat Viviate uh, doet? Nou, kijk, wie is gewoon een database. Dus, de, dus de, er zit niet iets. Alles, als, iedere keer als je data opslaat, mm -hmm. dan heb je daar een database voor nodig. Ja. En een database heeft een aantal eigenschappen. Allereerste grote databasebedrijf, dat is natuurlijk Oracle. Ja. En dat is Oracle is nu een beetje van, dat is een beetje tradi dat is een traditie zeg maar. Ja. En een beetje traditioneel. En jij bent een nieuwe Oracle. Je hebt de AI-Oracle ben jij? Nou ja, dat, dat, dat hoop ik niet, want mensen die, uh, omdat er zijn modernere manieren om dingen te doen. Maar, uh -huh. je keek, maar mijn punt is meer van: kijk, als je kijkt naar, als je naar, de, naar weet ik naar de, naar de New York Stock Exchange kijkt. Daar, staat er gewoon, daar staan best wel wat databasebedrijven en infrastructuurbedrijven op, zeg maar. Ja. Omdat iedereen die met data werkt, moet dat opslaan, zeg maar. Iedereen. En wat er op een gegeven moment ging gebeuren in de markt was dat. Um, dat er verschillende databases begonnen te ontstaan... die goed waren in verschillende dingen, zeg maar. Mm -hmm. Dus als jij data hebt... Voor, dus stel, je bent een bank, zeg maar, en je hebt transacties. Er zijn bepaalde databases die daar goed in zijn, zeg maar. Dus um, uh, ik moest laatst moesten we een groot bedrag van de ene rekening naar de andere overmaken. <laughs> en um, dat deed ik bij onze bank, want ik moest dat dan kun je in mijn rol en dan en dat getal dat ging dus van de bankrekening af mm -hmm. maar dat kon je nog niet zien op de balans zeg maar dus dit was incorrect en toen en toen zei iemand van de bank van hey dat is gek ik zou deze helemaal niet gek want de database die je gebruikt is eventually consistent dus dat duurt ongeveer 30 seconden en dan zullen we het weer zien ja, dus de... Jij raakt raakte niet in de stress meteen nee. dus maar dat zijn databases die daar die, die daar heel goed in zijn en waar is die van jou dan goed in in die en bannings die uit die AI-modellen komen. Ja, precies. En wie gebruikt jouw database dan? Dat zijn partijen als OpenAI ook? Sure. Maar ook gewoon... Kijk, de, 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 dat, kijk het mooie van infrastructuur bouwen... is dat iedereen die iets bouwt... die is potentieel een klant of een gebruiker. Mm -hmm. En we maken dus een onderscheid tussen een gebruiker en een klant. De gebruiker is iemand die de open source database gebruikt. De klant is iemand die de services afneemt die daar omheen zitten. Dat is het businessmodel. Kijk, er zijn... Uh, er zijn maar twee uh, industrieën waar, we, waar je over gebruikers praat: ja. dat is als je drugs verkoopt en als je software verkoopt. Dus uh, dat model is heel erg hetzelfde. Maar er um, kunnen zo, als je dat leuk vindt, kunnen we echt wel dubbelklikken en de diepte ingaan gaan over het businessmodel. Maar de, het punt meer is, is dat je kijkt niet naar de markt verticaal. Dus de meeste industrieën kijken verticaal naar de markt. Want ik maak een product dat is voor retail. Ja. Ik maak een product dat is voor de medische whatever. En zo. En in software en infrastructuur doe je dat niet. In infrastructuur binnen software kijk je naar de markt horizontaal. En zoek je bepaalde use cases die mensen hebben. Mm -hmm. Dus uh, use cases waar zoeken met AI goed werkt. Ja, die vind je bij banken, die vind je bij retailers en die vind je in ziekenhuizen. Dus, dus dat, is een, dat is een andere manier naar de markt kijken. Nou, daar komt dan nog eens bovenop dat software zelf, infrastructuur, relatief goedkoop is. Mm -hmm. De asset is heel klein. Mm -hmm. Dus daarom is software zo in trek, zeg maar. Het is, it, it, it is dus, en het heeft een horizontale focus. Dus focus, je kan het ter reetschiet op iedere industrie toepassen. En je hoeft niet een heel gigantisch groot warehouse te kopen waar je dingen op slaat. Ik bedoel, je hebt, je hebt laptops op de balance sheet staan, zeg maar. Mm. En daarom is software zo'n zo interessante markt. En als je dan ook nog eens AI krijgt, die als het ware de, de gigantische taart die de softwaremarkt is, in één keer zo wop nog een stuk groter maakt, ja. Ja, dan komt er dus een hele golf aan kapitaal in van let's go. Weet je wel. Zo werkt het. En dat is heel lang niet zo geweest. De laatste grote wave, uh, uh, golf in de infrastructuur was de zogeheten NoSQL golf. En um, dat zijn dingen, dat zijn termen die je misschien niet vaak hoort. Maar iedereen die met data werkt, weet je wel, raakt die databases aan. Ja. Daarom zitten er zoveel softwarebedrijven op de, in de. Staan er zoveel softwarebedrijven in de NASDAQ, zeg maar, ja. of infrastructuurbedrijven, bedoel ik. Ja. En dat is, dat is de, de methodiek, zeg maar. Was dat je doel al toen je met Weevee begon? Nou ja. Kijk, het, het, de, um, je vroeg eerder ook al naar mijn doel. Ik, ik, zo, zo, denk, zo opereer ik niet, zeg maar. Ik ben, niet, ik ben gewoon meer in het nu en dan ga je gewoon van daaruit voorts. En dan, ik bedoel, je hebt wel strategisch of zo een, een directie, maar het is meer van, persoonlijk is het meer van dat je in het nu bent en dan voorts gaat. Het is niet dat ik daar, ik weet niet hoe dat wifi er over uh, een half jaar uitziet, zeg maar. Dat, dat, zo denk ik daar niet over. Maar je weet wel van wat je kunt doen dat het, dat het goed gaat. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je met krachten te maken krijgt die dat wel willen. Betekent dat dan dat je andersoortige mensen om je heen verzamelt, die andere soorten. Want je hebt wel een behoorlijke business te runnen. Ja, zeker. Alleen de, de, dat een sluit het andere niet uit, zeg nee. maar. Dus je maakt nu, in het, nu een strategie voorwaarts voor de business, zeg maar. Maar er kan over twee weken iets gebeuren waardoor dat je die aanpast. Mm -hmm. En dat je dus... dus dus dat is een, het, het, zeker early stage in bedrijven, je, je bent constant, het is een soort van risicoafweging die je constant neemt en mm. die je doet en, als je naar de markt gaat. Mm -hmm. Dus ik kan wel iets zeggen, ik kan wel een mindset mezelf aanmeten van oké, okay, vijf jaar van nu of tien jaar van nu, mm -hmm. maar dat gaat toch niet zo zijn. Dus dan kun je beter een tegenovergestelde mindset hebben, vind ik, van... Gewoon in het nu. En daar zo krachtig mogelijk opereren. Ja, ja. en dan zo krachtig mogelijk opereren erin. En dan ga je voort. Kijk, als jij een goed product maakt en waarde creëert... dan is de kracht van de operatie dat je zoveel mogelijk van die waarde vangt. That's it. En daarom is het ook van... Soms zeggen ondernemers zelfs tegen mij van... Oh ja, ik had het maar... Ik kon het niet van de grond krijgen of zo. En, dat dus, en dan gebruiken ze termen als gefaald of mislukt. ja Dat is niet zo. Je moet dat doen... Om erachter te komen wat die markt is. Misschien zat er in je operaties fout. Misschien was je te vroeg, misschien hoe knows, weet je wel. Maar dat doet er niet toe, zeg maar. Want je moet het proberen. En dat is ook iets wat ik merk, gewoon dat risico nemen, dat, dat wordt gewoon niet zo goed begrepen, ofzo. Je, je kan niet succesvolle business zonder risico bestaat niet. Risico nemen is een kerningrediënt. Van, um, um, uh, van business bouwen. Of, of van, van wat je maar onderneemt. Dus als jij, uh, als jij twaalf bent en je kunt heel goed tennissen... en je denkt van, nou, dat wil ik wel eens, dus dan ga ik wel echt serieus. Dan neem je dus het risico dat je tijd, geld, effort, dat soort dingen gaat doen... dat je ergens relevant kunt komen binnen het tennissen, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is een risico wat je neemt. Ja. En, en jonge mensen nemen het risico vaak sneller omdat ze gewoon naïef zijn... Ja. Wat dus heel fijn is. Daarom zie je vaak jonge mensen ook met. Want dan heb je meer. Je hebt gewoon minder te verliezen. En een Precies. beetje die naïviteit. Wat ze ook wel zo mooi de beginners mindset noemen. Ja. Maar het is een. Het is een. Uh, um, het, het, is het, het is een risico, zeg maar, dat je, dat je neemt. En ik heb wel eens een metafoor die ik daar wel eens voor genoemd heb. Is van als je over straat loopt. En je ziet een euro liggen. En je kijkt omheen en je ziet niemand. Dan pak je hem waarschijnlijk op. En stop je hem in je zak. Als je een briefje van tien ziet liggen. Dan denk ik, oh, nou, dan pak je hem nog steeds op. En dan, als jij een tas op de grond ziet liggen en er zit 100.000 euro in, ga je dat dan maar mee naar huis nemen en in je zak steken? Mm -hmm. Ik denk het niet. Omdat je dan zegt van nou, dat is wel een aardig risico. Want als dan s'avonds van iemand op de deur staat te trommelen, waar is mijn tas? En dat is, niet, uh, dat is nou niet echt een fris figuur? Nee. Dus daar zit een balans in. Je, je, als, je, als je 10 euro op straat vindt en je steekt het in je zak, dan denk je nou, het risico dat er iets gebeurt om iemand die zijn 10 euro kwijt is, mm -hmm. lijkt mij vrij klein. Maar als jij een tas met 100.000 euro op straat ziet liggen, dan is de kans dat je denkt. Nou, daar ga ik toch ergens naartoe brengen, want ik, weet je, mm -hmm. uh, of neem je het risico. En, en dus in business, dat is, het is een metafoor voor dat je dus in, in business je neemt risico. Dat is ook wat het groeigeld Daar is het voor. Dat je dat risico neemt. Het is niet dat je dat geld op de bank laat staan. En dan zegt van nou, nou lekker zeg. Dan mm -hmm. hebben we dat. Nee, je moet het uitgeven om die business te bouwen. Maar. Het is een mindset van nu. Een andere manier om daar dan hou ik op met het voorbeeld, maar een andere manier is van die ik ben vergeten wie mij dat verteld heeft, maar dat was iemand vertelde mij dat is van als jij als je naar de Kamer van koophandel gaat en je richt een bedrijf op, heb je dag nul, zeg maar, dus dan begin je en dan heb je nul omzet, dus je hebt nul euro omzet en dan kun je jezelf de vraag in het nu stellen: is dat nul euro van wat? Dus van is dat, heb ik nu net een bedrijf begonnen dat met 0 euro omzet, wat heel normaal is als je dag 0, 0 euro omzet, is dat 0 euro omzet van een ton per jaar, is dat 0 euro omzet van een miljoen per jaar, is dat 0 euro omzet van een miljard per jaar. Dat. Nou, die mindset in het nu, die zal je keuzes doen laten maken voorwaarts. Dus je zegt van nou, ik ben nu net begonnen, ja dat is 0 euro van een miljard. Oké, okay, great. Nou, wat moet ik dan doen om daar naartoe te gaan? Mm. Dat is een hele andere mindset. Als mm. je zegt van nou, is 0 euro van nou, als ik een ton doe, aan het eind van jaar ben ik blij. Mm. Dat is heel anders. Ja. Dus en, maar dat doe je in het nu en dat doe je niet naar de toekomst toe. Um, twee dingen die ik voor jou nog wil weten, of nog twee dingen die ik voor jou ik nog wil inzoomen. Eén uh, is, jij zit midden in het vuur van wat, de, wat, de, wat AI heet nu. Uh, neem ons eens mee um, in de. Komende periode, ik weet dat je misschien je zit in nu, maar je zit op een andere plek dan waar wij zitten met z'n allen. Wat gaat er, wat voor wat, wat tastbare dingen gaan er de komende tijd allemaal gebeuren? En noem het dan maar even in de zakelijke context, hè? dus binnen bedrijven, organisaties. Als het gaat om AI, wat zijn de golven die eraan komen? Nou, kijk, wat leuk is om te zien is dat, uh, mm. hè, wat we dan noemen, is dat men gaat nu naar productie. Mm -hmm. Dus dat. Bedrijven adopteren dit, hè, daarom is de infrastructuur, het is, dat is niet ja. het eindproduct, men bouwt daar bovenop. Ja. En dat is nu heel veel gaande. Dus, dus het, wat er gebeurd is uh, anderhalf jaar geleden, is dat die. dat aha-moment ging aan van. Oh wow, dit die. Door ChatGPT eigenlijk, of niet? Ja, ja. ja dat, wat ook, dat is ook grappig, want je weet nooit van tevoren wat dat is. Uh, ik weet uh, dat het. Dat, dat, uh, dat, dat wist niemand. Dat wisten ze daar ook niet. Je doet gewoon dingen. Mm -hmm. Wordt de modellen die dit soort generatieve modellen. Wij hadden dat in WIFI echt al. gewoon al een paar maanden ingebouwd zit of zo, weet je wel. Maar men experimenteert ja. En het moest dan een chatbot zijn die dan dat. de eye-opening ding was. Nou oké, okay, prima, fijn. En dan gaan mensen. oké, okay, wat kunnen we daarmee bouwen? Wat kunnen we daarmee doen? En. Um, uh, en dan zit daar een soort van tijd na. Voordat de eerste echte grote bedrijven daarmee naar productie gaan. Ja. Dus wat er gebeurt is, gewoon onze. onze um, wat software altijd gedaan heeft, is dat het onze um, um, effectiviteit, um, personalisatie, dat soort zaken gaat vergroten op alle fronten, zeg maar. Mm -hmm. En dat is niet alleen in tekst, maar dat is ook in, in afbeeldingen, in video, in audio en dat soort zaken. Dus um, um, dat, je, dat je kunt zeggen van nou, jij neemt nu een podcast op, zeg maar, dat je dus software... die zegt van, nou, weet je, edit het maar. Ja. Ik heb net zelf een... Ik heb ik zei een mooi verhaal over vertellen, van hoe snel dat gaat. Ik ben een paar jaar geleden, was ik de gast bij, um, uh, bij uh, Radio 1, geloof ik. En dan werd de vraag ook gesteld over AI en dat soort dingen. En dat ging toen nog in de vorm ging over kunst en AI. Mm -hmm. Overigens ook heel gebruikelijk, hè. Je kan als je eerst naar de kunst en naar muziek kijkt... zie je vaak waar dingen naartoe gaan. En... Uh, toen was die interviewer, ik weet niet meer wie dit was, maar het, het staat nog ergens online. Die zei: van, Ja, wat komt hier dan allemaal in met, want dat ging dan over audio. Ik dus zei: ja, Dat is heel simpel. Ik zo van: zo op een gegeven moment ga je gewoon, heb je gewoon voice clones, zeg maar. Ja, dat, dat is een. Is al dat, heel dichtbij. Dat, dat dit gesprek, doe maar in het Spaans. Ja, ja of dat niet alleen, of gewoon van: um, uh, Bob, type het maar uit en dan uh, ja. hoor je het mij spreken. Ja. Um, en toen maakte die interviewer een grapje van: Oh ja, toen zei ik tegen hem van. Ik zei: van, Kijk, ik zei, jij bent best wel duur, zei ik tegen hem. <laughs> ik zei: Ja, dat is wel zo. Ja. Ik zei, ja, jij bent best wel duur, want ja. dan, <laughs> dan heb je zo'n stem. Ik zei: van, dus Als je dan een stem hebt die je gewoon. Uh, dus ik zei: Ik, zei van, en ik, zei iets, ik weet niet meer precies wat ik zei, maar ik zei iets in het al. Je hebt net ook nieuws voorgelezen. Uh, best relatief duur, weet je wel? Yeah. Dus als je dat in AI kan doen. En toen maakte die een grap van: Nou ja, voordat we die uh, besparing doorvoeren, haha, weet je wel. Mm -hmm. uh, ik heb zelf net een angel investment gedaan in een. Dat heet Cartesia. Die doen letterlijk dat. En de hoeveelheid data die ze nodig hebben om een voice clone van je te maken, is, dat is echt heel weinig. Ja, hè? En, um, uh, en je hoort het nog wel een beetje. Mm. Maar dat, je weet gewoon. Ja, goed enough. Dat is zeker goed enough. Ja. En, um, en dat is ook zo leuk om naar de kunsten te kijken. Want de, de kunstenaars gebruiken vaak de edges daarin om dan nieuwe kunst te maken. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Mm -hmm. Maar dat is dan weer een soort van. Aanjager voor van hoe dat mensen daarover denken. Wat je daar kunt maken. En engineer en dat soort zaken. Dus die dingen. Mijn punt is meer van. Die dingen die gaan gewoon heel snel. Het wordt nu heel hard uitgerold. Ja, het gaat maar. echt hard. Alleen wat, wat, natuurlijk het, wat, het, wat het soms voor veel mensen angstig maakt, is dat dit de eerste way. Want ik denk aan de ene kant wel eens, ja, ooit heette het business intelligence. En toen kwam big data, en nu heet het AI. En het een volgt het ander op. Maar toch heb ik wel het gevoel dat er nu wel wat meer revolutionairs achter zit. En voor veel mensen heeft het iets heel engs in de zin van. Ja, maar luister, dit wordt intelligenter dan de mens. En uh, weet je wel, het gaat praten en zelf dingen doen. Het gaat zelf leren. Het gaat straks zelf initiatief nemen. Uh, um, wat zijn de risico's? Geen. Nee. Ja, ik vind het allemaal zo onzin. Ja. Ja, kijk. Want? Ja, kijk. Een vandaag de dag is een. Is een um, vandaag de dag is een generatief model wat wij gebruiken is een statistisch model waar dat concept uit die paper, Attention All You Need, is, toegevoegd is. Het is een statistisch model om een woord na een woord te, te predicten. That's it. En meer dan dat is het niet. Kijk, ik weet wel waar het vandaan komt. Kijk, wat er op een gegeven moment gebeurde was van, uh, ik heb een soort van hobby. In, uh, ik heb er ook ooit een keer een, een, zo'n TEDx talk over gegeven, over, um, uh, over taalfilosofie. En uh, dat is een soort van rare hobby. Maar de, uh, er is zo'n filosoof, uh, Nick Bostrom, en hij heeft daar zo'n boek over geschreven, Super Intelligence, waarin hij een soort filosofische verhaalhouding heeft over um, uh, een artificiële intelligent, uh, uh, intelligente machine, van hoe dat we die zouden kunnen maken. Dat daar verkeerde. Um, dat, dat, dat die machine verkeerde incentives heeft. En dat we onszelf eigenlijk uitroeien doordat ze misschien. Maar dat is een. een, uh, een zwaar. filosofische verhaal. Um, uh, um, um, verhouding, zeg maar, over het idee van. Mm -hmm. wat dat zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dat heeft niets te maken met. het nu en de realiteit waar we nu zijn. Alleen omdat er natuurlijk dingen gebeuren die zijn voor mensen een beetje onduidelijk en een beetje vaag. Dan heb je net zo'n filosoof die dan dat soort dingen publiceert. Die komt dan net bij alle grote uh, uh, um, podcasts. Uh, volgens mij is die zelfs bij Joe Rogan geweest om erover te vertellen. Ja, dan weet je het wel. Ja, dan kun je dus één en één bij elkaar optellen. En dan weet je wat er gaat gebeuren. En dat is ook natuurlijk dat is ook een beetje lekker, weet je wel. En dan heb je ook nog mensen in de industrie die dat lekker een beetje. Die daar goed in zijn, zeker aan de consumentenkant. omdat... Uh, maar feit is natuurlijk wel dat heel veel. Maar misschien is dat ook weer zo oud als, de, als dat maar zijn kan. Maar is dat er natuurlijk wel heel veel mensen zijn die een baan hebben. Uh, die nu denken van. Uh, even, uh, Daar ben ik straks niet meer nodig. Of ja. is dat ook weer niks nieuws? Ja, dat is, dat is ook. Iets, daar, ik, ik heb daar gewoon geen mening over. Kijk, ik, hmm. kijk de, de, het is gewoon. Kijk. Um, als. Um, uh, als maatschappij doen wij dingen zeg maar dus ik was laatst naar over podcast gesproken. ik luisterde naar um, podcast superleuk geschiedenis podcast van Tom Holland en de in, en, en dat heeft een mooie relatie met dat verhaal van Nick Boswam. want Nick Boswam schrijft dus in die filosofische verhouding zegt hij van oh ja de um, het kan zijn een van de opties dat dit niet gaat gebeuren is dat wij onze interesse in in technologische uh, Innovatie verliezen hm. als mensheid. Hm. Op die podcast van Tom Holland ging het er dus over van. Er is gewoon een lange tijd geweest, heel lange tijd in de geschiedenis, dat we gewoon niet zo met technologie bezig waren zoals we dat nu zijn. Dus ja. het kan zomaar zijn dat over 500 jaar. Dat we een beetje gehad hebben met die. Ja, dat we het gewoon <laughs> gehad hebben en dat we andere ja. dingen belangrijk vinden met ja. elkaar, zeg maar. Ja. Alleen we leven nu in een tijd waar we dat als heel belangrijk zien. Ja. Ik bedoel, je kan niet. Uh, 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 hè, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels... you can't have your cake and eat it too. Je kan niet uh, gaan zeggen van... hey, we moeten allemaal jonge mensen... moeten, moeten, meer, uh, moeten meer interesse gaan krijgen in, in technologie. Om dan vervolgens aan de, uit aan de andere kant van dat spectrum, als daar iets uitkomt, te gaan zeggen van... oh ja, maar dat willen we niet. Ja, ja, ja dat is dan het een of het ander, zeg maar. Mm -hmm. Weet je wel? Ik hoor nooit iemand zeggen van, er moeten meer mensen kunst gaan studeren. Maar misschien dat over 500 jaar dat dat hetgeen is dat we zeggen ja. van, van, we willen meer de... de ha, hoe dat, dus het punt wat ik probeer te maken is gewoon in, zeg maar, de, 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 in de grootschaligheid van der dingen. Mm -hmm. Ja, ja ik, ik kan er gewoon niet zoveel mee. Nee. Ja, dan denk ik van ja, okay, ja dat is ja, vervelend voor je. Ja, ja, <laughs> de, ja. Shit happens. Ja, shit happens <laughs> weet je wel. Ja. Ja, dat is een. Uh, um, um, ja, dat. Yeah. Uh, wat ik ook van je wil weten is je bent. Uh je vindt zeg maar, een filosofische benadering van dingen vind je leuk. Dat merk ik in dit gesprek. Ik vind het heerlijk dit gesprek. Thanks daarvoor. Ja, uh, tegelijkertijd draai je gewoon een, een bedrijf waar veel geld in wordt gedouwd. Uh, er werken nu iets van 80 mensen. Uh, neem, ne vertel eens iets over het... Uh, en je organiseert het op een wat... Of jij, jullie, organiseren het op een wat andere manier dan uh, een klassiek bedrijf, uh, denk ik. Neem ons eens mee in de keuze daarin. Waar, hoe zijn jullie georganiseerd en waarom? Nou, dus wieveer uh, het zelf is helemaal remote. Mm -hmm. En omdat ik ten eerste dat ik denk van, als je een zeker als je een softwarebedrijf hebt of als je een bedrijf maakt wat begint wat online present is, dan heb je gewoon niet met landsgrenzen te maken. Dus ik had gewoon zoiets van, ik wil zo snel mogelijk een bedrijf bouwen wat op drie continenten actief is. Ik zou um, uh, um, Europa, Amerika en, en Azië. En, uh, um, en hoe doe je dat? Ja, dat doe je dus niet om te beginnen niet door een kantoor te hebben. Want dan limiteer je jezelf in de mensen die je kunt inhuren. Je limiteert jezelf in de talentpool die je hebt. Ik denk dat dit hele waterkoeler-argument uh, uh, of koffiemachine-argument bullshit dat is, dat is gewoon niet waar en dat is ook gewoon wetenschappelijk onderzoek over dat het gewoon niet waar is, zeg Want, maar. Dit bedoel die kun je online ook. Uh, ja, hebben. kun je ook online maken ja. en mensen reizen naar elkaar werken met elkaar. Ja. Dus ik heb dus nu we hebben een bedrijf gebouwd met elkaar, waar mensen letterlijk tussen San Francisco en Berlijn en letterlijk alles ertussenin zit, zeg maar. Dus, dus ik, ik heb mensen aan de, aan de West Coast, aan de East Coast, Texas, Yous uh, uh, Yousland, ook Texas, uh, 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 Spanje, Duitsland. En Nederland uiteraard ja. en zo on, enzovoort zeg maar en de en in Azië uh, was zit je daar? Uh, nou Azië we zijn nu Azië zijn we nu aan het beginnen zeg maar dus ik heb toevallig iemand die in Azië in, in Japan woont maar die uh, die woont daar gewoon omdat die um, uh, die begint bij ons werken en zijn vrouw is Japanse ze zeggen ja ze willen naar Japan verhuizen want het is toch een groot bedrijf en ik heb ook iemand in Australië maar dat is geen dat is niet business development dat is meer gewoon okay. engineering. Maar we zijn nu dus bezig om stappen te nemen in een aantal Aziatische landen. Dat is superleuk. Dus dat is stap 1. Dus je hebt een remote organisatie en dat je dus kunt zeggen van, um, dan, daarmee kunnen we een soort van global presence hebben. Nou, dat werkt heel erg goed. En dan vervolgens daarbovenop bouw je. Dat is het, het fundament uh, waarop, dat je, de, um, waarop dat je de business bouwt, zeg maar. Mm. En ik ben gewoon eigenlijk, ja, op een dagelijkse baan met, met drie dingen bezig op dat fundament om die business te bouwen. En wat men, dan krijg je ook van veel mensen te horen, ja maar hoe, hoe bouw je dan aan een eenheid en aan een cultuur binnen een organisatie? Wat zeg jij dan? Nou kijk, kijk de, dus wat ik net zei, van ik werk aan drie dingen. Eén van de drie dingen waar ik aan werk is cultuur. Dat is gewoon een, dat is heel belangrijk zeg maar. De, um, kijk, cultuur vind je in... De mensen die je in die je inhuurt hoe dat je online over je de business die je bouwt, zeg maar, de, de type mensen. Mensen reizen natuurlijk heel veel. Dus mensen um, werken met elkaar in kleine groepjes af en toe, weet je wel. En mm -hmm. uh, dan gaan ze met z'n allen uit eten, gaan ze leuke dingen doen, weet ik het allemaal. Dat is de cultuur. Zeg maar. Dat is. Ik heb ook toen wij onze series a deden heb ik meteen iemand ingehuurd. En ik heb haar gevraagd van kun je helpen om dat uh, waarborgen? En uh, dus dat is haar baan, zeg maar. En de. Uh, en. En uh, um, uh, de. Ik, ja, ik, ik zie gewoon niet in waarom dat een cultuur alleen maar kan ontstaan. In de fysieke binnen. kantoren. Nee, ik, ah. dat zie ik gewoon niet. Ik bedoel, je ziet dat ook al online. Ik bedoel, van als mensen aan het gamen zijn of zo, weet je wel. Dan, dan is dat ook een online community. Ja. Dus we zien elkaar wel. We hebben, we hebben ieder jaar het company event. Daar komt iedereen tezamen en zo, weet je wel. Maar het is niet een. Uh, ook heel. <laughs> tezamen komen. Ja, maar daar komt iedereen samen. Dat klinkt heel religieus, Jij kon zeggen dat we gaan zingen of zo, maar ja. daar komt iedereen samen. En uh, nee, dat is dus wat ik eerder tegen je zei van dat ik dus heel veel dit soort dingen in het Engels doe. Ja. Dus ik ben de hele tijd aan het ja. denken van, oh je ja, bent een soort van realtime aan het vertalen. De hele tijd. Dat is super raar, want ja. ik ben natuurlijk gewoon Nederlands, maar ja. dan ben ik toch aan het vertalen in mijn hoofd. Nee, dus ik dacht van ik, in mijn hoofd zat ik together Together. tezamen. Het is geen Bijbelstudiegroep. Nee, maar de dus dan komt iedereen samen, weet je wel. En dus dat is dan, dat is super gezellig en dat is leuk. En dus, en zo vorm je een cultuur. Maar ik kan je wel één ding vertellen. Ik bedoel, van zeker in developer communities nu. Ja, je kan nu ergens naartoe gaan, zeg maar. En zeker in AI-developers, ja, dan weet bijna iedereen wel wie wij zijn. Dus dan kun je zelfs als je bij ons werkt en je komt dan in zo'n groep, ja, dat is fantastisch. Dat geeft gewoon een kick van, hé, hey, ik ben daar onderdeel van en ik maak dat. Ja. En, um, en dat vormt, voegt ook toe aan de cultuur. Maar cultuur zit ook in je branding en in hoe je jezelf presenteert. Wij doen heel veel dingen op social media, zeg maar. En de, uh, voor ons bedrijf. En al die dingen tezamen, die cocktail, dat, dat maakt je cultuur. Zijn jullie er voor de greater good? Of zijn jullie uh, om tech te ontwikkelen? Zijn jullie er om geld te verdienen? Waarom zijn jullie er? Ja, uh, uh, yeah, all of the above weet je wel. Kijk, als je een bedrijf begint, een bedrijf beginnen om niet om geld te verdienen, ja, dat lijkt me gewoon niet zo'n niet zo goed idee. Dan moet je gewoon niet een bedrijf beginnen. Nee. Um, aan de andere kant, er zit wel gewoon een open source element aan wat we doen. Mm -hmm. Dus um, uh, iedereen kan erop bouwen en iedereen kan het gebruiken. Um, um, dus dat is een. Um, ja, daar moeten we ook niet. Het eerste moeten we niet naïef over zijn, maar het tweede is: dus ja, iedereen kan het gebruiken en iedereen heeft daar toegang toe. Um, ik investeer ook geld in mensen die de community helpen. Dus als we het over de community hebben, dan hebben we het dus over de developers die niet alleen maar ons betalen, maar die ook gewoon in de community zitten. Ja. Uh, maar ja, goed. Ja, op het moment dat je een bedrijf begint, ja, ik bedoel van je kan een bloemenzaak openen, maar dat om de kun je zeggen, voor ja, de greater good of bloemen, de, de uitzicht van de bloemen. Maar je moet ook een paar bloemen verkopen om het om hem volgende maand ook weer open te kunnen zijn. Doen, weet je? Ja, ja. Dus dat is een soort van, ja, ik, daar moeten we ons ook niet zo voor schamen of zo, weet je nee. wel? Dus, dus het eind, einddoel is gewoon, gewoon, een, gewoon een goede businessbouw. Wat vind je ervan dat je nu ook in de, zeg maar, in de, in de quote en zo wordt uh, genoemd en geportretteerd? Omdat je nu in één keer vermogende Hollander bent... en uh, met een 200 miljoen toko gewaardeerd. En, uh, wat vind je daarvan? Van dat... dat vind ik niet zo leuk. Nee. nee. Maar dat, kun je daar aan ontkomen? Ja, dat blijkbaar niet. <laughs> <laughs> nee, dat is mislukt inderdaad. Dat is mislukt, ja. Ze vinden je altijd. En waar, wat vind je daar met name niet leuk aan? Um, omdat het een. Uh, uh, het is toch een soort roddelblad of zo, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, um, en het, ja. Maar roddels zijn meestal niet waar. Nee, maar ik bedoel meer in de zin van dat het is dat het is, heeft een. Het heeft een uh, um, um, het speelt in op dezelfde emotie voor mensen dat het leuk is om te lezen, zeg maar. Mm -hmm. En um, um, ja. ja, ik ben er gewoon niet. Daar ben ik niet zo mee bezig. Nee. Dus de, ik heb daarin gewoon dat ik denk van ja, ja dat ja sommige mensen die uh, um, uh, ja die, die verzetten zich daar echt tegen. Ik doe dat niet. Kijk, ik vind bijvoorbeeld, ik had laatst dan zo'n zo'n in, grote interview gedaan met zo'n profiel. Met het FD. En dat vind ik heel leuk. Mm -hmm. Want dan komt er echt iemand die besteedt de tijd aan. Mm -hmm. Die stuurt het dan ook nog even door. Dus van ik hey, kijk even, kloppen de data en de facten en zo. En dat is gewoon superleuk. Want dan heb je gewoon een leuk gesprek en dan, dan maak je, en dan is het ook helemaal niet erg als de kritische vragen of zo gesteld worden, want dat, is gewoon, dat hoort erbij. Maar dit is meer van dat je iets ja, ja, ik kan daar gewoon niet zoveel mee. Ik, dus gewoon, nou ja, oké, okay, ja. Daar dus ben je niet mee bezig met het thema. Het feit is natuurlijk wel dat je ja. straks, stel dat deze operatie even bedrijfsmatig lukt, dus je groeit nog eens een keer, mega. Laten we toch eens in die toekomst kijken. Alhoewel dat niet jouw stijl van leven is, maar laten we dat toch eens ja. doen. Uh, en er komt op een gegeven moment een eens een exit aan of het gaat, whatever. En jij bent loaded. Uh, en je, je bent nu super jong. Ga ik zo dat valt wel mee hoor. Oh. Ik ben 38. Oh, ja, super jong staat. Ja, maar, okay, ja, dat ja, is, ja, ja dat is ja, vet, jong ligt dat is alles relatief ik wou uh, net zeggen, ja. dus je bent dan uh, mid veertig laten we zeggen termijn van zeven jaar uh, wat zou je dan doen stel de, en dit avontuur is soort van klaar en je hebt heel veel geld maar dan echt dat je, dat je denkt van zo want die kans is best reëel. als dit echt doorgroeit heb je heel veel geld en dan nou ik heb dan ga ik wel dacht dit is het interview nee ja. <laughs> nee Behalve voor de quote. Ja, ja. Nee, nee, de, nee, nee ik, ik weet wel wat ik graag wil. Ik heb uh, uh, kijk, um, ik weet niet of de mensen die naar kijken dat weten, maar de, um, je hebt vaak in een bedrijf, heb je uh, het gros van de mensen is een, is een hè, wat, je, wat je noemt een uh, operationeel actief, is een operator. Dus, dus als je nu kijkt naar wat ik met Vivi doe, is van ik ben daar dus een, een operator in. Maar ik heb ook een rol die niet operator is in het bedrijf. Dus de officiële titel die ik heb, want Vivid is een Amerikaans bedrijf, dus de, de officiële titel die ik heb, als je naar de officiële documenten kijkt, dat is heel chic. Maar ik ben dus president CEO en dan ben ik, zit ik ook op de board, ja. zeg maar. Nou die op zo'n board zitten, zeg maar, de, dat is een niet operationele rol. Mm -hmm. Of hetzelfde is al wat ik op mijn LinkedIn zet, dat je co-founder bent. Ja. Dat is een niet-operationele rol. Nee, dat is, dat is een, je shareholdersrol, rol, is wat anders dan Ja, je, precies. Ja. En um, wat ik heel graag wil doen, is dat ik um, dat mijn, wie heeft het, is als het ware mijn, uh, mijn vehicle om aan de wereld te laten zien van, nou, ik weet hoe dat het is om een operator te zijn. Mm -hmm. Maar daarna hoop ik dat ik, weet ik valt vijf of tien bedrijven kan starten die, uh, waar ik niet operationeel actief in ben. Maar waar ik dus aan de ideeën kan werken, aan de concepten kan werken. daar de juiste mensen operationeel op kan inhuren. en dat dan kan, uh, um, kan doen. En zijn dat in dezelfde lijn bedrijven als Viviate Of zou het ook hele andere soorten bedrijven kunnen zijn? Nou, ik denk dat zal meer in, uh, in, in biotech zijn, denk ik. Aha. Want dat is, echt, dat, is, dat, dat, dat is echt wel, denk ik, het nieuwe wat er nu aankomt. Ja. Want? Als je kijkt naar informatie. Kijk, ik zit wel heel erg in het informatieverwerken. dat vind ik heel erg leuk. Mm -hmm. Dus je kan, je kan informatie opslaan in proteïne of in DNA, dat soort zaken. Het goedkoper om te produceren, kun je veel op een kleine hoeveelheid kwijt. En er moet nog heel veel gedaan worden om dat te lezen en te schrijven en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dat soort dingen, die, dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja. Mm -hmm. Maar dan moet dus eerst deze marathon uitlopen. Het is een beetje net zoals dat je van in sport, weet je wel, dan iemand die gaat dan... Uh, basketballen... En dan, en dan hebben ze dat heel goed gedaan... en daar worden ze dan analist. <laughs> dat is ja. een beetje... dan hoef je niet meer zelf te basketballen. Of word je coach, dat is een beter voorbeeld. Ja, coach misschien wel. Ja, is coach is een beter voorbeeld. Ja. Analyst is niet een goed voorbeeld. Coach is een beter voorbeeld. En dan, uh, dus dat is het dan een beetje. En, want je kan meer teams coachen... Ja. dan uh, dat je in teams kunt spelen. Als operatie. Uh, ja. ja, alleen het is wel fijn... als je in een team gespeeld hebt... zoals ik nu doe... dat je laat zien... ik weet hoe dat het is... om in een team te spelen... En um, um, uh, dus dat, dus om je vraag te beantwoorden van over uh, die tijdspannen. Mm -hmm. Ja, dan hoop ik gewoon dat als je naar mijn LinkedIn gaat, als dat dan nog bestaat, ja. dat je gewoon een aantal van die, ja, gewoon van die co-vangende rollen ziet. Ja. En dat je dan goed wordt in het, maar gewoon het bedrijf bouwen vind ik heel erg leuk. Ja. Dus ik heb, ik heb uh, geen behoefte om aan de zijlijn te staan. Anders dan dat je niet diep in de operatie Precies. zit. Maak je nog muziek? Uh, ja, soms. Ja. ja. Maar vaak op piano. Ja. Zijn, is dat de manier om, ont, om te ontspannen? Of, sure. of uh, ja? zijn er andere dingen als je zeg maar, buiten werk? Op dit moment? Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja, de, um, ik heb wel een leuk leven. Dus ik, ik vind reizen leuk. Ik, uh, ik heb zo'n grote, zo'n <laughs> greenheck barbecue gekocht. Dat vind ik lekker. Ik op de barbecue. Een beetje, een beetje piano spelen, boekjes lezen. Ah. Ja, vind ik echt heel erg leuk. Dus, um, uh, dus dat soort dingen. Ja, nee, ik heb hartstikke leuk. Ja, kijk, ik bedoel, van het is ook een marathon, hè? Dus de, ik, de, die moet lopen. Dus ik, ik moet dan altijd denken van ik heb ooit in mijn leven heb ik een. Uh, ge, en dat was, dat was op zich wel gelukt, maar een half naar haar om van marathon te lopen. Hmm. En dat, uh, dat lukte me niet. En toen had ik een coach genomen. En toen vroeg ik aan haar, haar het lukt niet. En, uh, en, ik, en ik train zoveel. En toen zei ze van nou, ga maar lopen. Dan loop ik al aan en dan. Dus ik loop en echt na zo'n kilometer weet je, was ik helemaal kapot, weet je wel. En toen zei ze zei oh ja ik zie het al. En ik zei Ze wat, zei, je loopt echt veel te hard. Ze zei, je moet echt, je moet, ze ga eens joggen. Of lopen. En dan net in jogtoestand. Mm -hmm. En dan, ja, nou, je raadt natuurlijk al wat er gebeurde. Mm -hmm. Ja, toen, toen liep je in één keer, loop je 6, 7 kilometer door. En dan was het zo van, ja, als je dat dus dan iedere week doet, dan op een gegeven moment, ja, dan loop je wel uh, 21 kilometer. Ze mm -hmm. zei, ja, en als je dat dan gedaan hebt, van, hè, dus van die uitspraak, lopen eerst eens een goede 5 kilometer en dan... En die metafoor gebruik ik heel vaak voor het bedrijf bouwen. Van, dat is een soort raar idee dat je. Um, um, het, ja, dat, dat ik van. Je moet ook gewoon de tijd vinden. Van ik ga over twee weken ga ik ook gewoon een week op vakantie, weet je wel, om ja. mijn batterij op te laden. Dat is gewoon heel normaal. Dus, de, uh, dus, dus long story short, antwoord op je van. Ja, natuurlijk heb ik tijd om leuke dingen te doen. Weet je, wel, het is gewoon een. Uh, um, um, ja, het is wel intens. Maar je kan dat, ik kan het ook wel redelijk goed. Niet supergoed, maar wel redelijk goed uitzetten. Ja. Je dank voor dit gesprek, Bob. Ah ja, bedankt dat ik hem mocht zijn. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken, beste mensen, naar een, uh, een uitgebreid gesprek. Iets langer dan uh, gemiddeld uh, met een, een boeiende gast, wat mij betreft. En heb je zitten luisteren naar de podcast ook? Uh, dankjewel voor het luisteren. En op beide kanalen, of je nou op YouTube zit te kijken of uh, ergens op Spotify, of een ander kanaal zit te luisteren. Abonneer je vooral op CVD-TV. Dan worden wij weer wat groter. Kijken er weer meer mensen. Worden wij weer blijer van. En jij mist helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi.